Een prikkeldraad dateert al uit 1873, ooit een keer in Amerika uitgevonden. Hoe oud is deze machine? Deze machine die komt ergens uit Duitsland en is eind 1800, dus 1890 of zoiets dergelijks, is die geproduceerd daar. En nu heeft hij een aantal jaren in Duitsland gedraaid. En rond 1950, 60 is hij in Winterswijk gekomen bij Heva. En dan hebben ze daar puntdraad gemaakt, zeg maar. Zijn er nog meer van deze machines in Nederland bijvoorbeeld? Nou, voor zover wij hebben daar kunnen gaan, is er in Nederland geen enkele machine meer die puntdraad maakt. En tegenwoordig wordt alle puntdraad wordt eigenlijk geïmporteerd uit buiten Europa of misschien net in Europa, waar ze dus veel goedkoper kunnen produceren dan in Nederland. Ja, het is een Duits fabrikaat. We hebben op internet gezien dat die ergens in, de naam weet ik niet meer, maar ergens in de een of andere Duitse plaats heeft hij vroeger gedraaid. En daarna is hij overgezet naar Nederland. Het onderhoud is niet zo heel veel. Je moet alleen zorgen dat de onderdelen waar dus slijtage op zit, dat je die af en toe vervangt. Of vervangt, maar een beetje bijwerken en dan doet hij het gewoon weer. Vroeger werd puntdraad werd gemaakt van gegalvaniseerde staaldraad. Maar nu gebruiken we dus aluminiumdraad. Dat slijt niet zo hard. Dus dan gaat de machine automatisch langer mee. En een ander ding is dat de machine draaide dus vroeger met 800 meter per uur. En we hebben nu teruggebracht naar 20 meter per uur. Dus daar kun je ook allemaal goed zien hoe het proces in werking gaat. Tegenwoordig wordt er steeds meer gladde draad of van dat lint met koperdraad gebruikt. En officieel mag het volgens mij ook niet meer. Want als je dus prikkeldraad met stroom erop wilt gebruiken, dan mag dat niet. Rutger, wordt er hier gebrouwen onder het Reinheitsgebot? Nee. We zijn een hobbybrouwerij, dus wij houden niet aan het Reinheitsgebot. Welk conserveringsmiddel gebruiken jullie dan daar hoofdzakelijk voor? Helemaal niks. Nee, geen conserveringsmiddel. Het enige wat erin zit is hop. Dat is goed voor de houdbaarheid. Ja. In feite een natuurlijk conserveringsmiddel? Dat klopt, ja. Hoeveel procent alcohol bevat jullie bier? We zitten normaal tussen de 7 en de 8%. We zijn al bezig met een quadruppels, een zware bier. Dus we hopen nu 8,5 tot 8,8% te halen. Daar is zoveel, er zijn momenteel zoveel mensen bezig met bier. Is bier dan zo in? Ja, vooral speciaal bier is in. Het ziet het hobbymatig, is het leuk. Zelf bier brouwen, hoe bijzonder is dat? En vooral het speciale bier. Speciaal bier of pils kun je overal wel kopen. Maar speciaal bier is natuurlijk lekker om dat zelf te maken. Ja. Hoe gaat jullie bier precies heten? Dit wordt een appelquad. Dus vanwege een quadruppel met appelstroop. We hebben geen assortiment. We zijn een hobbybrouwerij. Dus we maken iedere keer een nieuw soort bier. Dus zomer blond. En dit is dan weer een quadruppel. Ja. Wat we net al zeiden, er zijn heel veel biersoorten. Zal de consument op een gegeven moment nog wel een beetje weten wat hij drinkt? Want, of is de kans aanwezig dat ze dan toch weer teruggaan naar de traditionele biermerken? Nee, ik denk mensen weten heel goed wat ze drinken. Je hebt mensen die echt bierliefhebber zijn. En die houden echt bij hoeveel soorten bier ze drinken. Er zijn ook mooie apps voor. En je ziet steeds meer komen. Zelfs de kleinere brouwerijen komen steeds door tot de consument. We hebben eigenlijk geen afzetgebied. We zijn hobbybrouwers. We mogen het ook niet verkopen, we mogen het niet weggeven. Het is puur voor onszelf dat we willen brouwen. Ja.